Lieve Vater im Himmel, wir danken dir für diese neue Morgen, für die gute Nachtruhe, für deine Führung durch deinen Heiligen Geist. Wir beten, dass er in unserer Mitte ist. Und dass wir mehr von deinem Wort erfahren werden. Dass wir deinen Charakter entwickeln dürfen. Und dass wir für immer bei dir sein werden. Und dass du das ermöglicht hast, das danken wir. Im Jesu Namen. We ervaren kort met dat boek Hosea. We gaan. Morgen zum letzten Mal in deze Versammlung. Vandaag is dan de laatste keer dat we over Hosea spreken. En we werden wohl niet dat ganze boek ausführlich bespreken in een Stunde. We zullen dat wel niet, dat hele boek, doorworstelen. We nemen also einige wichtige Punkte so we nemen de meest belangrijke stukken nemen we eruit. Aber wenn man es richtig tun will, wanneer je dat werkelijk goed wil doen, dan braucht man nog wenigstens 10 bis 20 Stunden. Dan heb je zeker nog 10 tot 20 uren nodig. Om werkelijk te zien, wat steht dort eigentlich? Om werkelijk te zien en te begrijpen wat er staat. Gisteren zijn we gekomen in kapitel 6. We zijn gisteren zover gekomen tot hoofdstuk 6. En dan hebben we gelezen vers 1 en 2. Dan hebben we vers 1 en 2 gelezen. En dat is de wens van God. En dat is de wens van God. De wens dat zijn volk endlich mal komt zum bekeren. Dat zijn volk eindelijk komt om zich te bekeren. Die woorden, komt, we willen weer zum Herrn. Komt, laat ons wederkeren tot de Heer. Denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons helen. Er hat uns geschlagen. Hij heeft geslagen. Er wird uns auch verbinden. En zal ons verbinden. Wenn Gott schlägt, dan is dat met een Zweck. Als God slaagt, is dat met een doel. Dan is dat om verbetering te brengen. Dan is dat om verbetering in ons te brengen. Entweder om uit te rotten wat absoluut niet meer haalbaar is. Of om datgene eruit te snijden wat je beter ook kwijt kan zijn. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen. Er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven. Die 2-3 dagen, dat is ohne Zweifel een Hinweis op die große Ereignis van zijn Sohn. Die 2 dagen en die derde dag, dat wijst op Jezus Christus. Laat ons daarop acht hebben. Und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet. Ja, wij willen de Heere kennen, erna jagen, hem te kennen, zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Hier erwähnt Hosea regen und spätregen. Hier wijst hij op regen en ook op de late regen. Das ist wunderbar, was hier steht. Dat is prachtig wat hier staat. Wann wir wirklich, lass uns erstmal die Gruppe, die hier sagt, kommt, wir wollen den Herrn, wir wollen wieder zum Herrn. Lass uns darüber sprechen. Laat ons spreken over die groep die dat zegt, kom, laat ons weerkeren tot de Heer. Es gibt vielen, die nicht diesen Herzens, wie soll ich sagen, Wens, erlangen wunsch. Haben, Wunsch haben. Er zijn velen die deze harte wens niet hebben. Aber wir sprechen heute Morgen besonders über denen, die diese Wunsch haben. Maar wij spreken vandaag tegenover die mensen die wens wel hebben, voor die groep.
Über denen sagt er. En over die groep zegt hij. Die zijn geslagen. Want hij heeft verscheurd. Er had geslagen, aber er werd auch heilen. En hij heeft geslagen en hij zal ook verbinden. Wir sind zerrissen, aber er wird es wieder verbinden. Heb ik gezegd. En dat is het schöne. En dat is het mooie. Zo in die komende tijd, we hebben veel ervaren gisteren. We hebben heel wat ervaren gisteren. Was daar alles zo läuft, was daar hinter die schermen passiert. Wat er alles gebeurt achter de schermen. En ik zeg euch, wir in deze tijd. Wij in deze tijd. We werden zeer veel erleben. We zullen heel wat beleven. Maar werd in die komende tijd werkelijk deze woorden, er had zerrissen, er had geslagen. We werden ons erleven. Deze uitspraken van hij heeft geslagen en hij heeft verscheurd, dat zullen we ervaren. We reden over zondagsgesetz. En wij praten over een zondagswet. We reden over zichting. En we spreken over zifting. Dat is geen vrolijke tijd. Dat is geen vrolijke zaak. Waar die, zeg maar, die gemeente auseinandergerissen werd. Als die gemeente uit elkaar gescheurd wordt. Want God wünscht zich een reine gemeente. Want God die wil een reine gemeente. Er moet zijn volk reinigen. Hij moet zijn volk reinigen. En laat het alle ein om zich te bekeren. En hij nodigt ieder uit om zich te bekeren. En we wissen in Offenbarung 3, kauft van mij gold en weiße kleider en augensalben. In Openbaring 3 kun je dat lezen, dat hij ons uitnodigt om goud te kopen en witte klederen en ogenzalf. Hebben wij dat niet gemaakt? Maar als we dat niet doen, die werd uitgespuugd. Dat is zichting. En dat is sifting. Eine werd aangenomen. De een wordt aangenomen. De andere werd verlaten. En de ander wordt verlaten. Dat is een verschrikkelijke tijd. En dat is een verschrikkelijk oordeel. Denk even aan die ondergang Jeruzalem. Denk maar aan de ondergang van Jeruzalem. Wie viel Leute hat Jesus gewarnt? Hoeveel mensen heeft hij gewaarschuwd? Allen. Allen, zou ik zeggen. Ja of nee? Had Jesus gesproken? Heeft Jezus... Want je ziet dat het van Römische armee omsingeld werd. Wie zegt dat? Belagerd werd. Heeft hij niet gewaarschuwd... dat wanneer Jeruzalem omsingeld zou zijn met legers. Dan mag het dat je eruit komt. Zie dan dat je eruit komt. Dat is eure laatste kans. Dat is jullie laatste kans. Hebben die mensen dat gemaakt? En hebben ze dat gedaan? Ja, een klein deel. Een bepaald deel. Dat is geschichte. En dat is de geschiedenis. Wie had gehoord van de schrijver Flavius Josephus? Wie heeft gehoord van de schrijver Flavius Josephus? Een Joodse schrijver. Een Joodse schrijver. Schriftsteller. Van der tijd. Daar had ganz precies die zaken alles opgeschreven. Hij heeft, wat dat passiert. Ja, hij heeft het heel precies weergegeven wat daar alles gebeurde. Maar die christen die dat woord Jezus... gehoord hebben. Maar die christenen die daar acht op gegeven hebben op de woorden van Jezus. Herzen genomen hebben. Ja, en die dat ter harte namen. Die zijn Jeruzalem ontvloden voor deze vernichting kwam. Ja, die zijn er op tijd uitgekomen voordat die vernietiging plaatsvond. In verhältnis was het geen grote groep. Het was naar verhouding geen grote groep. Er waren meer dan 1 miljoen mensen in Jeruzalem. Er waren meer dan 1 miljoen mensen in Jeruzalem. Die Joodse leider die hebben gezegd: we blijven hier, hier zijn we zeker. Want de Joodse leiders hadden gezegd: we blijven in Jeruzalem, want daar zijn we veilig, daar is de tempel. Heute machen wir genau dieselbe Fehler. En vandaag de dag maken we diezelfde fout. Blijf in die gemeente! Blijf in de gemeente. Daar bist du sicher. Want daar ben je zeker. Das ist der Boot. Dat is de boot. Lass euch nicht verführen. En laat je niet verleiden. Die waarheid is der Boot. Want de waarheid, die dat is de boot. Die drieëngelenboodschap is der Boot. En de drieëngelenboodschap, dat is de boot. Die komt zich in haven. Allen die zich aan deze boodschap vasthouden. Al die mensen die zich vasthouden aan waarheid en aan onze de aan God vast, drieëngelenboodschap en aan God in de eerste plaats vasthouden. Die werden in zekere haven komen. Die zijn zeker. Maar laat euch niet vervuren, ook niet van die huidige vuren. Maar je moet je niet laten verleiden.
Ik heb hier een uitspraak. Ik heb hier een uitspraak. We werden daar ook nog drauf komen. En daar zullen we over spreken. Ja, want we kunnen eerst maar nog een klein beetje. Nou, ik werd eerst nog even voortvuren hier in vers, in kapitel 6. In vers 4. We gaan nog even verder spreken over deze teksten. Vers 4. Wat zal ik dir doen, Ephraim? Wat zal ik dir doen, Juda? Denn eure Liebe is wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, die morgens vergeht. Dus wat zal ik u aandoen, o Ephraim? Wat zal ik u aandoen, o Juda? Immers, uw liefde is als een morgenwolk. Nou ja, en als een dauw die in de vroegte vergaat. Een dauw. Wie lang duurt dat? Een dauw. Hoe lang duurt dat? Want die zon een beetje erop gezien, had als, de zon, als de zon 's morgens begint te schijnen, is die dauw weg. Want onze liefde niet groter is dan dat. Als onze liefde voor God niet groter is als dat. Werden we niet in hem zijn. Dan zullen we niet in de hemel zijn. Daarom slaag ik drein door die profeten. Daarom heb ik er door de profeten op ingehouden. Ja, en pas jetzt eens auf, was hier staat. En töte sie door die woorden meines mondes, dat mijn recht wie dat licht hervorkomt. Heb ik hen gedood door de woorden mijns monds? Kan God iemand töten door die woorden seines mondes? Kan God iemand doden door de woorden van zijn mond? Nou, zeg eens, ja of nee? Ik denk het wel. Maar 100% zeggen. 100%. In 2 Thessalonica. In de 2 Thessalonicenzen. Daar staat dat wanneer Jezus komt. Wanneer Jezus komt. Dan werd er deze afvallige macht. Dan zal deze hij. Deze afdrunnige macht. Deze afvallige macht. Werd er töten door die adem seines mondes. Zal je dat maar gelezen? Zal hij deze macht doden met de adem van zijn mond? Dat is niet zo zwierig voor God. Dat is niet zo moeilijk voor God. Hij had ons toch dat leven gegeven? Hij heeft ons toch het leven gegeven. En wie had hij dat gedaan? En hoe heeft hij dat gedaan? Toen hij Adam dat had. Toen hij daar Adam had. Adam eerst maar gevormd. Hij heeft Adam eerst gevormd. En dan was zijn körper daar. En zijn lichaam was daar. En wat had hij dan gemaakt? En wat heeft hij toen gedaan? Dan had hij zijn nazen genomen. Dan heeft hij zijn neus genomen en dan heeft hij daarin geblazen. Zit dat hij door die nazen in dat leven reingeblazen had. Hij heeft door zijn neus het leven geblazen. Zo dat simpel was, is dat het. Dat was de eerste mond-af-mond beademing. Dat was... dat was ja, ja waarom heeft hij de mond niet genomen in plaats van de neus? Een schöne vraag. Waarom hij de neus genomen had? Ja, nou oké, okay. Dat is nog een schöne zaak om maar eens eruit te vinden. Dat is nog wel interessant om. Niet in mond? Dat is nog wel interessant om dat eens van dichtbij te bekijken. Het is wonderbaar wat God maakt. Het is heel mooi wat God doet. Waar hier staat, en dan is de volgende vers, dat is vers 6. Vers 6. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Want in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffer. An der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. In kennis van God en niet in brandoffers. Wat God hier zegt. Obwohl er selber die Opferdienste eingestellt hat, hat sie selber ja gesagt, ihr sollt opfern so und so und so. Ofschoon hij die Opferdienst zelf in het leven hebt geroepen, spreekt hij toch zo. Aber waarom? Es ist Moment gekommen, wo Gott sagt, ich kann eure Opfer nicht mehr riechen. Hij kwam op een punt dat hij zegt, ich kann jullie offers niet meer ruiken. Wann es nur ein Form ist. Als het alleen maar een vorm is. En als het hart is niet daarbij. En als het hart en het verstand er niet bij is. Dan had God ook geen lust aan die vormen. Dan hebben die vormen ook geen zin. De Joden hadden nog wonderbare godsdiensten. Want de Joden die hadden prachtige offerdiensten. Als men aan de tempel kwam, dat was wonderschön. Dat was allemaal prachtig om te zien. En dan die priesters in ihre kleding. En dan die priesters met hun prachtige kleding. En de hoge priester. En de hoge priesters. Dat was werkelijk een lust te zien. Dat was gewoon een lust voor het oog. En dan die ganze diensten wie dat hervorkwam. En dan die hele diensten hoe dat zich afspeelde. Muziek. En de muziek niet te vergeten.
En het gezang. Dat was indrukvol. Dat was zeer, dat had zeer veel indruk. Als je naar een katholieke kerk gaat. Als je naar een katholieke kerk gaat. En daar lopen daar alle en die zingen dort en al die nonnen en dan die kardinalen met ihre schöne. En die nonnen en die kardinalen met hun bijzondere kleding en kleuren. An sich für das menschliche Auge. Voor het menselijk oog. Die rode, mooi. Die lila, die verschillende farben. Ja, dat is mooi, die dat verschillende kleuren. En Ellen White zegt, in het boek Grote Kampf. En in het boek De Grote Strijd, zegt Ellen White. Daardoor vervuurt deze systeem vele leuten. En daardoor verleidt dit systeem vele mensen. Ik heb lust aan de liefde. Ik heb een behagen in de liefde. Aan de erkenning Gods. En aan de kennis van God. God möchte dat we hem kennen. God die wil dat we hem kennen. Dat we een goede band met hem hebben. Dat we een relatie hebben met hem. En dan een wijd zegt dat wanneer we beten tot God. En wanneer we bidden tot God. Dan zullen we met hem spreken wie met een, wer weiß es, met een vriend. Dan, als we bidden tot hem, dan moeten we praten met hem als met een vriend. Als onze beste vriend. Als onze beste vriend. Er is de beste vriend die we hebben. Want hij is de beste vriend die we hebben. En het is zo traurig dat zo velen zich die tijd niet nemen om met God te spreken. Ja, het is heel erg treurig dat er zo weinig tijd genomen wordt om met God te spreken. En dan gaan we naar kapitel 7. En dan gaan we naar hoofdstuk 7. En daar werden we eindigens lezen. Wanneer ik dat gelezen heb, het had me erstaand. Dus toen ik dat las, dan heeft me dat echt verbaasd. Maar gleichzeitig is er een wonderbare beeldspraak. Maar het is tegelijkertijd ook een prachtige beeldspraak, zit erin. We gaan naar kapitel 7. Wenn ich meines Volkes geschick wenden und Israel heilen will, so zeigt sich erst die Sünde Ephraims und die Bosheit Samaria. Ja, zodra ik Israël genees, worden Ephraims ongerechtigheid en de boosheden van Samaria onthuld. Das heißt, Heilung kann nur stattfinden, wann erst die Krankheit duidelijk diagnosticeerd werd. Ja, dus heling kan plaatsvinden wanneer de ongerechtigheid duidelijk wordt. En dan staat daar wie ze lug en trug treiben en die dieben einsteigen en die räuber op de straat plunderen. Want zij plegen bedrog. De dief dringt binnen, de bende plundert buiten. Ja, we hebben in kapitel 6, vers 9 gisteren gezien, die räuber, dat zijn sogar ook die priester. Ja. En die rovers, dat kunnen ook de priesters zijn. Dat hebben we in het vorige hoofdstuk gelezen. Na kapitel 7, vers 2. Dennoch wollen sie nicht einsehen, dass ich alle ihre boosheid merken. Dus vers 2. En ze denken er niet aan dat ik al hun kwaad in gedachten houd. Denkt ihr, dass Gott nicht weiß, was die Führer dort sprechen mit den Bischofen und Kardinälen und mit der katholischen Kirche und mit den anderen Kirchen? Denkt ihr, dass God dat niet wijs? Denk je dat God niet bekend is wat er gebeurt? Dat er van alles gesproken wordt met kardinalen? Ik zeg je, aber ihr böses tun wohl. Ja. Dat ze allenthalben treiben. Nu omringen hen hun daden. Zij zijn voor mijn aangezicht. Ze erfreuen den König met ihre boosheid en oberen met ihre lügen. Met hun boosheid verheugen zij de koning en met hun leugens de vorsten. Dat heißt, het is zo wie koning, wie volk, wie priester, zo volk. Het is zoals zo priester, zo volk. Ze zijn allesamt eeuwbrengen, gluend wie een bakoven. Den der bekker heizt, wenn er den teig uitgekneteld had en ihn doorzauwen en aufgehen lässt. Dus zij allen zijn overspelig. Nee. Ze zijn te vergelijken met een oven die blijft branden, ook al is de bakker opgehouden met stoken, omdat hij het deeg kneedt totdat het doorzuurd is. Ja, en dan zegt het, heute is ons koningsfest. Daar werden die oberen tol van wijn
Und da sieht sie die Spötter zu sich. Op de feestdag van onze koning maken zij de vorsten ziek van verhitting door wijn. Ja. En dan kijken we naar vers 8, we hebben dat tijd. Ja. Vers 8. Wo es hier heißt, die erfreuen mich nämlich mit ihrer Bosheit und so weiter, sie sind alle nach Ehebrecher, glühen wie ein Backofen. Kann man das in die heutige Zeit setzen mit der Gedanken auf Ökumene, dass sie als Ehebrecher, kann man das so weit setzen? In die heutige ja, Zeit? Ehebrecherei. Buchstäblich ist es das Heißsein für das andere Geschlecht ja. Und solche Sachen. Ja. Ja. Und geistlich ist es das mit der Ökumen. Ja, genau. Ja, het, ja. Wacht even, Jan. Die verhitting door wijn, dat is dat je enthousiast bent voor het verkeerde in wezen. En het betekent afgoderij, ook in geestelijke zin. Was voor tijd leven we? Wat voor tijd leven wij? Laat ons eens vers 8 betrachten. Laat ons eens kijken naar vers 8. Ephraim mengt zich onder die volken. Ephraim vermengt zich met de volken. Ephraim is wie een kuchen. Dus Ephraim is als is een koek. Die niemand omwendet. Die niet gekeerd is. Wist je wat hier staat? Weet je wat hier staat? Ephraim is wie een halfgebakken koek. Dus Ephraim is als een halfgebakken koek. Normalerweise, want daar zijn hier van die vlagge koeken. Dat zijn van die ja, pannenkoeken, zouden wij zeggen. Dat zijn pannenkoeken. En wanneer men een pannenkoeken bakt, wat maakt men dan? Als je een pannenkoek... Die laat men aan een zijde zo een beetje bakken. Als en dan om, of wanneer men een beetje... Kan men nou zo maken, ja. Maar hij moest omgekeerd werden. Ja, maar in ieder geval, je kunt, het is een pannenkoek en die bak je aan twee kanten normaal. Heb je maar verzocht een half gebakken pannenkoek te eten? Heb je wel eens een half gebakken pannenkoek gegeten? Dat is niet te eten. Dat doest je nu één weg daarmee. Dat doe je maar één keer. Dat is meestal weg. En dan gooi je hem weg. Dat is niet... Zoeken is. Dat is niet te eten. Daar kan je nog salz of suiker erop smaken, wie veel je wilt, maar het is niet meer zoeken. Je kunt er heel veel honing en stroop op doen, maar dan is die nog niet lekker. Die is maar niet lekker te krijgen. Maar hier zijn wonderbare zaken erin. Maar daar zit een hele mooie God, betekenis dat in. Ephraim, nou we hebben vastgesteld, Ephraim is dat Noordrijk. Want Ephraim is het noordelijk deel van Israël. Maar het gaat hier om Gods volk. Het gaat hier om Gods volk. En het is een halfgebakken koek. Het is een halfgebakken koek. Wij mensen zijn koeken. Want wij worden vergeleken met koeken. Jezus zegt, ik ben das was? Brood. Brood. Jezus zegt, ik ben het brood. Des levens. Des levens. Ik ben das lebendige brood. Ik ben, ik ben het levende brood wat uit de hemel gekomen is. Maar wie ontstaat een brood? Maar hoe ontstaat een brood? Nou, die zwestenbroeders die hier bakken kunnen, wissen wie man een brood maakt. Maar die zusters of broeders, die weten wel hoe ze een brood bakken. Eerst maar meel. Er is meel. Dan toe een beetje zout. Zout. Een beetje ul, een beetje wassen, kneten water, die zagen en oven namen. En gist, normaal. Ja, en heven kan men ook nog doen. Je kunt ook zo'n, ja. Als men dat een beetje hoger hebben wil, dan heven. Als je dus een beetje een luchtig brood wil hebben, dan gebruik je gist. Bij die alte opfer, die spijzeopfer. Bij die spijsoffers, bijvoorbeeld. Vast bij jeder opfer. Bijna bij ieder offer. Dan moesten die Israëlieten een spijsoffer ook daar brengen. Die moesten bij de gewone offers moesten ze ook een spijsoffer brengen. Je kunt dat lezen in Dritte Mose. Je kunt dat in Leviticus lezen. In die einzelheiten. Tot in de details. Meel. En dan moest eerst een beetje salz. Zout. En dan öl. En dan olie. En wanneer die dan dat gekneed hadden. En als ze dat goed gekneed hadden. Dat die öl goed in dat teig rein war. Dat die olie goed vermengd was met het meel. Dan is de priester gekomen. En had nog een, we werden zeggen, een glas öl drauf. Die heeft er nog wat extra olie op gedaan. Dat is dat beeld van mensen.
Dat is het beeld van mensen. En Jezus is dat grote voorbeeld. En Jezus is het grote voorbeeld. Dat is olie. Wat is olie in de Bijbel? Wat is olie? Heilige Geest. In de Bijbel. En dat meel, is Heilige Geest. Meel, dat is toe, dat is ik. Meel, dat zijn wij. Dat is onze existentie. Een bekeerde, ons körper. Een bekeerde mens, toch? Ja, dat is een bekeerde mens. Kijk even in Rome. We gaan even in Rome 12. We gaan even naar Romeinen 12. En Paulus had hier dezelfde gedanken. Paulus heeft hier dezelfde gedachten. Rome 12 vers 1. Ik ermahne euch nun, lieve Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leiber hingebt als ein was? Dus ik vermaak. Als een opfer. Dus ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat heißt, dat lebendig, heilig en God wohlgefällig is. Dat God heilig en welgevallig is. Ons körper is das Mehl. Ons lichaam is het meel. Und muss durchknetet werden mit Öl. En dat moet doorkneed worden met olie. Das ist die Frühregen. En dat is die vroege regen, die heb je nodig. Denk even eraan, dat is der Frühregen. De vroege regen. We reden in het boek Hosea van Frühregen en Spätregen. We hebben het over vroege en late regen. Frühregen is die arbeid des Heiligen Geistes om die pflanzen uit de aarde zo brengen om ze hoog te brengen. Ja, dus die vroege regen is nodig om het zaad te laten ontkiemen. Nou, hier zien we zo'n kaarten. We gaan nou even naar de tuin. Hier is de bodem. Hier heb je dus de bodem samen. En het zaad. En het begint aan te wachsen. En het begint te groeien. Wat braucht de pflanzen om hoog te komen? Wat heeft dat zaad nodig om omhoog te komen? Dat is regen. Dat is water. Dan komt die nächste Stufe, dan komen die Blätter eraan. Dan komen die blaadjes eraan. En dan op die douw komen die aren eraf. En op een gegeven moment zie je de aren. Want deze toestand zo wijd is. Als die zaak zo ver is. Dan komt zonneschijn voor een tijd. Dan komt er zon bij. Maar kan hij rijp worden? Maar kan hij rijp worden? Nee, dat kan niet. Die late regen is nodig om die graankorrels te doen zwellen. En als dan die late regen gekomen is, dan worden die kornen, dat graan wordt dan rijp. En als ze rijp zijn, dan kunnen die geënterd worden. Dan kunnen ze geoogst worden. Ja? Nou, jetzt heb ik een vraag. Ik heb nog een vraag voor jullie. Dat is wat met veel Adventisten passiert. Dat is met wat er veel gebeurt. Die zijn nog aangevangen te wachsen. Die zijn begonnen met groeien. Maar die zijn hier sterker gebleven. Maar die zijn daar, zo halverwege zijn ze blijven steken. En dan komt de tijd des spätregens. En dan komt de tijd van de late regen. En dan komt die late regen, die komt erop. Wat dat was of niet? Daar komt een knop in, Jan. Werd dat nog wat? Maar het blijft klein. Dat werd niks meer. Dat is niet, daar kan men niet zeggen, hier komt nog een ernte. Nee, oogst kun je vergeten. Frühregen moet zijn arbeid gedaan hebben. Die vroege regen moet zijn werk gedaan hebben. En datzelfde beeld is in dritte Mose. En datzelfde beeld heb je ook in Leviticus. Die öl moest door dat meel heen doorgekneed zijn. Die olie die moet door dat meel gekneed zijn. Zodat den öl in alle ecken verteild worden. Zodat die olie in alle hoeken verdeeld is. Dat heißt, dat de Heilige Geist. Moest in jeder bereik des levens. Dus dat betekent dat de Heilige Geest invloed moet hebben in alle hoeken van het leven. We moeten doorkneed zijn, zoals ze zeggen, met de Heilige Geest. We moeten doorkneed zijn met de Heilige Geest. In alle dingen. In alle facetten. En dat is wat Geist erbij zegt. En dat is wat de geestenprofetie bedoelt. We moeten die overwinning hebben over alle, wat in Engels zegt, besetment.
Dus das heißt über alle valse Taten und Worte. Dus wij moeten overwinning behalen over alles wat verkeerd is en wat er aan ons kleeft. Und dann sagen heute Worden en daden. Das ist unmöglich. En dan zijn heel wat mensen die zeggen dat is onmogelijk. Und die haben noch recht auch. En die hebben op een bepaald manier recht. Wenn man ohne Heilige Geist ist. Als je zonder Heilige Geest dat wil doen, is het inderdaad onmogelijk. Van zichzelf kan man das wirklich niet. Want van jezelf kun je dat niet. Aber mit den Heiligen Geist, maar met Gods Geest. Wanneer de Heilige Geist in ons woont en werkt. Maar wanneer de Heilige Geest in ons werkt. Dan prijs de Heer. Prijs de Heer. Dan kan ieder kind Gottes zu dieser Situation erlangen. Dan kun je. Dan ik kun vermag je alles durch. Was? Door God die je kracht Door Christus die meer kracht geeft. Prijs hem, Heer. Dus maar met de Heilige Geest zijn we voor alles in staat. En kunnen we echt. Als deze arbeid van dat mixen van öl in deze meel fertig is. Dus als dat proces klaar is, dat kneden. Dat is vroeg regen. Dat is de vroege regen. Dat is vroeg regen arbeid. Dat is vroege regen werk. Dan kan de priester. Dan komt de priester. En kies nog een glas daaroverheen. En die geeft nog een extra portie olie. Dat is de spätregen. En dat is de late regen. Wanneer Jezus getauft wurde in Jordaan. Toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan. Wat had Johannes gezegd? Wat heeft Johannes toen gezegd? Brauche von dir getauft zu werden. Het is nodig dat ik door u gedoopt word. Nee, we moeten alle gerechtigheid erfüllen. Jezus zei toen, we moeten alle gerechtigheid vervullen. Jezus was schon voll von Heiligen Geist, sagt die Bibel. Want Jezus was toen al vol van de Heilige Geest. Jedoch wurde er an dem Moment getauft mit dem Heiligen Geist. Maar toch werd hij gedoopt met de Heilige Geest. Daar. Das heißt, dort bekam er den Spätregen. Daar, bij zijn doop, kreeg hij de late regen. Auch Jesus war Mehl. Ook Jezus was meel. Die moest ook doorkneed worden met olie. Had er die extra portion Heilige Geist bekommen. En met zijn doop heeft hij een extra portie gekregen. Wofür is die extra portion? En waarvoor is die extra portie Heilige Geest? Dat is om ons in de lage te verzetten, om die grote krachten en wonderen te doen. Om, die, om in die laatste tijd die wonderen en kracht te doen met Gods Geest. Viele Adventisten maken hier een grote fout. Maar er zijn vele Adventisten die daar de fout maken. Ze zeggen, alles wat nog niet in ordnung is met mij, dat wordt in de tijd des Spätregens, de Heilige Geist komt, in ogenblik, alles is fertig. Die zijn onbezorgd en zeggen, nou dat komt allemaal in orde met de late regen. Nee. Wanneer die arbeid niet fertig is. Als dat werk niet klaar is. Dan is de spätregenkeet aan zulke mensen voorbij. Dan gaat die late regen aan hen voorbij. En weil sie nicht selber gewachsen sind in geistliche dingen. En omdat ze dus nog klein zijn. Werden die zo weit komen om te zeggen. Deze Leute die hebben zoveel gedrongen. En daarom komen ze ook. Daarom komen ze op die gedachte van dat mensen die dus werkelijk die Heilige Geest hebben gekregen, dat die te veel wijn gedronken hebben. Dat hebben die Leute damals gezegd. Dat hebben die mensen toen, zo hebben ze gereageerd toen. Zo hebben de Joden gesproken. Zo hebben de Joden gesproken. En zo werden die nogmaal widerspreken in de toekomst. En zo zullen ze in de toekomst ook reageren. En Ellen White schrijft daarover, waar die kinderen Gottes. Den Heiligen Geist die Zeit der Erfrischung dus, empfangen hat. Wanneer ze die verfrissing van de Heilige Geest ontvangen hebben. En dan hebben hun aangezichten gestraald. En dan hebben hun aangezichten gestraald. En met heiliges Feuer sind die am Arbeit. En dan zijn ze met heilig vuur aan het werk gegaan. En doen grote wonderen. En die doen grote tekenen en krachten en genezen. En wekken sogar doden op. En die wekken zelfs doden op. Das ist, was wir in die kommende Zeit sehen werden. Das ist die große Trost, die Gott uns gibt. Das ist der große Trost, die Gott gibt. Und das wird auch die Welt weiterhin
auch sichten. En dat zal ook de wereld ziften. Daar werden nog die die nog offen sind, die nog zu Gott kommen werden, die werden nog kommen. Dus diegenen die daarvoor open zijn, die zullen nog komen. Aber denen die das nicht wollen. Maar diegenen die dat niet willen. Die blijven waar die zijn. Die blijven waar ze zijn. En dan komt dat moment waar God zegt, wer nog wer faul is, of wer sagt, wer unrein is, blijft unrein. Dus diegenen die vuil zijn, die worden nog vuiler. En diegenen die rechtvaardig zijn, die worden nog meer rechtvaardig. Ephraim is wie een halb gebakkene kuchen. Dus Ephraim is hier als een half gebakken koek. En dat is hier aber een uitspraak van Ellen White. En ik heb hier een uitspraak van Ellen White. Halbschlechtige, dat heißt halbherzige Christen, zijn slimmer dan ungläubige. Dus dan schrijft ze halfslachtige Christenen, die zijn erger dan ongelovigen. Weil ihr betrügliche Worte und ihre Position führen vielen auf ein Irre. Dus want hun bedriegelijke woorden en hun positie die zich tot niets verbinden, leiden velen op een dwaalspoor. De ongelovigen. Die lassen zien wat ze zijn. Dus die ongelovigen die laat zien wie hij is. Een ongelovige die met God niks te doen had, daar kunnen we duidelijk zien. Oké, had met God niks te doen, klaar uit. Dus een ongelovige die is, daar kun je duidelijk zien dat hij ongelovig aber is. Maar een lauwe, dat heißt zo'n halbwarme, kalte christen. Dus een lauwe christen. Der betrügt beide Parteien. Die bedriegt beide Parteien. Der ist kein Christ. Hij is geen Christ. Obwohl er ein Schild auf sein Brust hat von ich bin Christ. Of schoon hij wel een plakkaat op zijn borst hebt van ik ben Christen. Aber Moment, das ist Kommentar an die Gemeinde Laodicea. Maar wacht even, dit is commentaar aan de gemeente van Laodicea. Dan moet je zeggen, een lauwe Adventist. Dan moet je eigenlijk zeggen. Als je eerlijk wil zijn, een lauw Adventist. Ja, wat men zo halfhartig is. Als je dus halfhartig bent, halfslachtig. Hier, er is geen goede weltling. Hij is niet een goede wereldling. Maar ook geen goede christ. Maar hij is ook geen goede christen. Man is niet aan beide zijden. Dus je man hoort eigenlijk... Man steht zo irgendwie mitten erin, een beetje hier, een beetje dort. Ja, je bent het een niet en je bent het ander niet. Je staat er zo'n beetje tussenin. En dan hört doch zu, was hier steht. Satan gebraucht sie, um sein Werk zu tun, das niemand anders tun kann. Dus deze mensen die worden door Satan gebruikt om zijn werk te doen, wat niemand anders kan doen. Steht, es gibt mensen die gegen Gott zeugen. Er zijn mensen die tegen God getuigen. Obwohl sie behaupten, dass sie ihn dienen. Hoewel ze beweren dat ze hem dienen. Die boodschap aan de gemeente Laodicea is voor zulke mensen. En de boodschap aan de gemeente van Laodicea is voor de zulken. En dan zegt God, ik wil ze uit mijn mond spugen. En dan zegt God, ik zal ze uit mijn mond spugen. Halfherzigen. Half slachtige half mensen. Half welt. Half christen, half wereld. Dat functioneert niet. Dat functioneert dus entweder niet. Entweder ganz. Of je bent 100% christen of niet. Halfgebakkene koeken. God die noemt dat hier half een koek die maar aan één kant gebakken is. Dat boek Hosea. Dat boek Hosea. Is veel citeerd in het boek Openbaring. Daar komt veel terug in het boek Openbaring. En hier die halfgebakkene koeken, dat is genau zo wie Laodicea. En die halfgebakken koeken. Dat is net als Laodicea. Vers 9. Vreemden fressen zijn kracht. Vreemden hebben zijn kracht doch verteerd. Hij wil het niet merken. Maar hij beseft het niet. Ökumene frest onze kracht. En Ökumene, dat vreet ook Babylon onze kracht. Babylon frest onze kracht. Babylon vreet onze kracht. De invloed Babylons is zo wijd dat het sogar ons geld en gebouwen en mensen kost. Die invloed van Babylon is zo groot geworden dat het mensen vreet en onze gebouwen vreet. Ja. Zijn haren zijn zo groot geworden, staat hier. Zelfs ligt grijsheid over hem gesprenkeld. Dat heißt hier niet dat we boekstabelijk grove haren hebben.
Dat betekent niet dat we letterlijk grijze haren hebben. Aber es heißt, dass wir große Sorgen haben um diese Sachen. Maar dat we grote zorgen hebben over deze zaak. Doch er will es nicht merken, das heißt, er will das nicht wissen. Maar hij wil het niet weten. Er will sich nicht sagen lassen. Hij wil zich niet laten zeggen. Er will sich nicht einfach nicht bekehren. Hij bekeert zich niet. En dan vers 10, wie de Israël zeugt zijn hoofdaard, dennoch bekeren sie zich niet. En de hoogmoed van Israël getuigt openlijk tegen hem. Doch ze hebben zich niet bekeerd tot de Heere, hun God. Denn Ephraim is wie eine törichte Taube, die zich leicht lokken lässt. Wacht eens, is dat 11? Ja. Ephraim is geworden als een onnozele duif, zonder verstand. Der zich leicht lokken lässt, jetzt rufen sie Ägypten an, dan laufen sie nach Assur. Egypte roepen ze te hulp, naar Assur trekken zij. Das Bild hier. En dat beeld hier, deze beeldspraak, wie eine törichte Taube, als een onnozele duif. Eine Taube is een tier die eigenlijk geen gevaar ziet. Dus een duif is een dier wat geen gevaar brengt. Die lopen om mensen herom. Die lopen om mensen, ze zijn tam, je kunt ze lokken. Ze zijn tam, en dan kan ze ze vangen wie je wilt. En je kunt ze vangen. Die lopen elkaar onder een net door. Die lopen onder een net door, hè? Ja. En wat is die oorzaak? Wat is die oorzaak hier? Dan roepen ze Egypte aan. Dus ze roepen naar Egypte. En dan Assur. En dan trekken ze weer naar Assur. Egypte, wat is dat symbool van Egypte? Wat is het symbool van Egypte? Ja, das ist die Welt. Dat is de wereld. Dat zijn die Ungläubigen. Dat zijn de ongelovigen. Dat zijn die Atheisten. Atheïsme. Dat zijn mensen die met God niks te doen hebben willen. Dat is de groep mensen die met God niks te doen willen hebben. Dat is de beeldspraak hier. Dat is de beeldspraak. Dat heißt einerseits die Welt. Aan de ene kant trekken ze naar de wereld. En anderzijds Assur, dat is Babel. En aan de andere kant staat Assur, waar ze naartoe trekken. Dat is wat we heute sehen in die Gemeinde. En dat is waar je vandaag ook de dag kunt zien. Die wereld in de gemeente. Is in de gemeente. De wereld is in de gemeente. En Babel is in de gemeente. En Babel is daar. En dan zeggen die, eenmaal roepen ze hier, dan roepen ze dat. En de ene keer roepen ze Egypte en de andere keer Assur. Oh, pas op als God je het zegt, dat is vers 12. En dan moet je kijken wat God hier, hoe hij op reageert. Indem sie hin und her laufen, will ich mein net über sie werfen. Zodra zij gaan, span ik mijn net over hen uit. Om ze herunterholen wie vögel unter dem Himmel. Als het gevogelte des hemels haal ik hen neer. Ik wil ze straffen. Als ihre Gemeinde verkündet ist. Zodra hun zwerm rumoerig wordt, neem ik ze gevangen. Na, was hier steht, is dat God zegt, ik doe nog immer mijn bestes om ze nog te retten. Ja, wat hij hier zegt, dat is dat hij steeds zijn best nog doet om ze te helpen. Wanneer du im Netz von Assur bist. Als je in het net van Assur zit. Bist du verloren. Dan ben je echt verloren. Bist du im Netz von Ägypten, bist du auch verloren. En als je in het net van Egypte zit, dan ben je ook verloren. Und God versucht hier nog sie zu retten. En God in zijn liefde die probeert die mensen eigenlijk nog te weerhouden maar daarvan. Maar die niet gered worden willen. Maar diegenen die niet gered willen worden. Die zijn niet zo redden. Die zijn dan ook niet te redden. Dat is het probleem. En dat is het probleem. God möchte onze Übergaben. God wil onze Overgave. Vers 13 sagt, weh ihnen, dass sie von mir weichen. Weh over hen, omdat ze van mij zijn weggevlogen. Sie sollen was? Ze zullen wat? Was geschieht mit solchen Leuten? Wat gebeurt er met sie zulke sollen mensen? Verteilt werden. Ze zullen verdelgd worden. Denn sie sind abtrünnig geworden von mir. Verwoesting over hen, omdat ze van mij zijn afgevallen. Dan komt een Satz. En dan komt er een wie Jezus ook gesproken had wanneer in Jeruzalem aankwam. Hoe Jezus gesproken heeft toen hij in Jeruzalem kwam. Daar staat dus, en zij roepen niet. Ik wilde ze wel erlezen, vers 13 aan het einde. Oké, wacht even. Hoor.
Ich wollte sie wohl erlösen, aber sie reden Lügen wider mich. Hoewel ik hen verloste, hebben ze tegen mij leugens gesproken. Ai. God möchte erlösen. Want God die wil graag verlossen. Name, wie war auch mal wieder der Name Hosea? Was bedeutete das noch mal wieder? Wat is de betekenis van de naam Hosea? God had gered. Dus God heeft gered. Dat betekent het. Sie erlösen. Ik wilde ze graag verlossen. En degene die hört. En degene die hoort. Und nach Gottes Stimme hört. Die werkelijk naar zijn stem hoort. Die werd auch erlöst. Die zal ook verlost worden. Das nächste Vers, auch rufen sie mich nicht vom Herzen an. En zij roepen niet tot mij met hun hart. Sondern machen ein Geheul auf ihren Lagen. Wanneer zij jammeren op hun leger. Ze ritsen zich wund om korn en wijn, maar meer zijn ze ongehoorzaam. Om koren en most kerven zij zich. Ze zijn weerspannig tegen mij. Ik leer ze zucht en sterke ihren arm. Ofschoon ik hen onderricht en hun armen sterkt. Aber sie sinnen böses gegen mich. Bedenken ze telkens kwaad tegen mij. Hier zaakt God zijn gevoel. Hier laat God heel goed zijn gevoel zien. Hier zegt wie er daarover denkt. Hier laat hij zien hoe hij erover laat denkt. God zijn hart zien. Hij laat zijn hart zien. Er smertst hem. En het doet hem zeer. Ze bekeren zich aber niet recht. Zij keren zich, maar niet naar omhoog. Dat heißt, die doen een klein bisschen wat zaken aanpassen. Ze passen een aantal dingen wel aan. Het zijn wie die zonen en dochter die eigenlijk niks met God te doen hebben willen. Het zijn die zonen en dochters die in wezen niks met God te doen willen hebben. Maar wel vader en moeder zo zeggen, geht toch zo keren. Ja goed, dan keer ik maar zo keren. Maar die dan voor de ouders toch nog meegaan naar de kerk. En ik heb manchmal jonge leute zo aan andere reden horen. Ik heb wel eens jonge mensen met elkaar horen praten. Ze zeggen, nou ja, goed, we gaan maar even in de kerk rein. Nou ja, we gaan even mee naar die kerk. Want anders dan klaagt mijn moeder zo veel. Want anders dan gaat mijn moeder te veel klagen. Nou, deze aard bekering, daar vraagt God niet om. Nou, om dat soort bekering, daar vraagt God niet naar. Deze aard gemeentebezoek had daar zo überhaupt niks gaan zien. En op die manier de gemeente bezoeken, dat heeft ook en geen die zin. Die zitten daar en plappen dan buiten met een ander. En die zitten daar dan en dan kletsen ze verder. Und das ist nicht, was Gott fragt. En dat is niet wat God bedoelt. Zo van außen bekeren ze zich. Dus ze brengen wat in het zicht, waardoor aber het goed lijkt. Recht. Maar niet recht. Sondern sind wie eine schlaffe Bogen. Das ist auch so ein schöner Bild. Ze zijn geworden als een bedrieglijke boog. Das ist ein Bogen. Je kent toch een Bogen? Je kent toch een boog? Wo man pfeilen mit waar je pijlen mee weg kan das schieten. Ist dein Verteidigung. Dat is je verdediging. Das ist ein Waffen. Dat is een wapen. Wir sollen eine Waffenrüstung haben. En wij moeten een wapenrüsting aber hebben. Stel voor, du hast einen Bogen. Maar stel maar voor, je und hebt een boog. Es ist eine schlaffe Bogen. Maar het is een slappe boog. Wisst ihr, was ein schlaffer Bogen ist? Weet je wat een slappe boog is? Wir in meiner Jugend habe ich viel mit Bogen geschossen. In mijn jeugd heb ik heel wat met pijl en boog geschoten. We hebben ook zelf bogen gemaakt. We hebben ook bogen zelf gemaakt. Und dann macht man so ein Seil dran. Dan maak je daar een koord aan. Aber manchmal dann war die das Holzstück war so schlapp. Maar dan was dat hout dat was te slap geworden. Wil man anlegen. En dan wil je die pijl aanleggen. Und dann zieht man das an. En dan trek je die pijl naar achter. En dan zegt de boog poef. En dan is het uit. En dan, is die, dan breekt die boog. Ik kan niks met maken. Die boog is niet sterk genoeg. Kraft daarin. Er zit geen veerkracht meer in. Wie zal je zeggen? We willen zeggen, daar zit geen geest erin. Er zit geen geest in. Dat is zo'n slappe. Ja, dat is wie dat halfblauwe Wasser. Dat is weer dat blauwe water. Niet koud en niet heet, waar je niks mee kan. In de mond is het als iets, oh nee, weg daarmee. En in de mond is het iets wat niet smaakt. Het is niks zo slim dan dat halfherzige. Er is niks zo erg als dat halfslachtige. Broeder, wie is het hier? Möchtet ihr eine Frau, die heute so und morgen so ist? Wil je een vrouw, broeder, die vandaag zo is en nou, morgen weer anders? Heb ik dich lief. Vandaag heb ik je echt lief. Oh, mijn. En morgen? En morgen, dan zeg je... Kennen die toch niet.
Nou is het genoeg. Möchtest du so einen Mann? Wil je zo'n man? Möchtest du so eine Frau? Wil je zo'n vrouw hebben? Ik wens euch viel Spaß damit. Dan wens ik je heel veel geluk ermee, want dat is een katastrofe. Das ist Bildsprache. Het is beeldspraak. Und Gott sagt hier wie ein schlaffer Bogen. Het is als een slappe boog. Daarom werden ihre oberen durchs Schwert fallen. Daarom, even kijken. Daarom zullen ze door het zwaard vallen. Wanneer mijn boog niet functioneert. Wanneer je boog dus niet in orde is. Dan läuft der Feind einfach zu mir und ich habe nichts zu tun. Ich habe keine Verteidigung. Dan heeft het geen zin een boog te hebben, want dat is dan geen goed verdedigingswapen. Dan werden wir wirklich fallen. Dan val je. Wegen der Frechheit ihrer Zungen steht hier. Wegens de heftigheid das hunner tong. In Egyptenland zum Spott werden. Das ist noch das Verrückte daran. En dat is het erge ervan aan. Wann daarover, in Deutschland, daarover spot men met hen in het land Egypte. De zevende dagsat van deze gestklim wurde in die ökumenische Bewegung. Toen Duitsland in de ACK ging. Dan stond een artikel in Zeitung in IKEA. IKEA? Ja, dat is een Zeitung. Duitsen die kennen ze. Daar stond een artikel in de krant IKEA. IDEA of IKEA? IDEA. IDEA of IKEA, ik weet niet precies. Ik IDEA is dat, ja. IKEA is Möbelhaus. Dat is zo... ja, dat dacht ik ook. Ja, oké. Okay. IDEA is dat Zeitung. Maar er staan in meerdere Zeitungen erin. En daar had een reporter had deze geschreven. En dan was er een reporter die had dit geschreven. Er sagte, ja, es hat die letzte Woche die ökumenische Bewegung, die ACK, ist wieder ausgebreitet. En die ACK, die heeft zich uitgebreid. Er sind wie neue Kirchen dazu. Da zijn nieuwe kerken erbij gekommen. Und dabei ist jetzt auch die siebende Tagsadventist. En daarbij is dus de Adventkerk erbij gekomen. Ja, die Adventisten, die hebben geglaubt, dat die andere kerk in Babylon zijn. En de Adventkerk, die beweerde altijd dat de andere kerken, dat Babylon waren. Die hebben vorher immer gezegd dat de paus de antichrist was. En die hebben voor die tijd altijd beweerd dat de paus de antichrist was. En die hebben ook de Sabbat. En ze hebben ook de Sabbat. Ja, die haben sich jetzt wohl umgewendet. Die hebben zich een beetje omgedraaid. Die zijn jetzt Gastglied in deze Gruppe der Kirchen. Die haben zich veranderd. Dus die zijn gastlid in deze ACK. Die hebben zich veranderd. Der Schreiber noch ein bisschen. En toen heeft die schrijver nog een beetje gesproken, geschreven. Hij sloot zijn artikel af. En hij sloot zijn artikel met deze uitspraak. Wir wünschen die siebende Tagsadventisten. Wij wensen de zevende dagsadventisten. Viel Vergnügen. Veel. In ihre Zusammenarbeit mit die katholische Kirche. Wat is dat Vergnügen? Hoe vertaal je dat? Hoe vertaal je dat, Jan? Vergnügen. Ja, ik wens je veel plezier. En hij zei dan, en ik wens de Adventisten veel plezier en samenwerking met de Rooms-Katholieke Kerk. Deze journalist had beter verstaan. Die had beter begrepen wat daar afloopt. Dan de generaalconferentie. Dat de generale conferentie. Of de division. Of de divisie. Of die eigen führung. Of die eigen leiders. Ik wens siebende Tagsadventisten veel vergnügen in die samenwerking. Eigenlijk had hij schrijven moeten met die andere kerken. Nee. Hij had eigenlijk moeten schrijven, ik wens ze veel plezier met al die andere kerken, maar nee. Maar ik lid word van een verein. Wanneer ik dus lid word van een vereniging, erin zijn. Waar heel veel, vele en kerken zich hebben aangesloten. En als iemand me dan een plezierige samenwerking wenst... Dan werd er toch zagen. Dan zou hij normaal gesproken zeggen. Ik wens
euch eine gute Zusammenarbeit mit dieser Gruppe Kirchen oder mit diesem Verein. Ja, ich wünsche jullie eine hele plezierige Samenwerking mit all die anderen Kirchen. Er hat gut begriffen, was dort ist. Maar hij had het heel goed begrepen. Ich wünsche euch viel Vergnügen in der Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche. Maar hij zei, ik wens jullie heel veel plezier en in de samenwerking met de Rooms-Katholieke Kerk. En dat is wat hier staat. Dat zal in Egyptenland, dat heißt in deze wereld, zum spot werden. En het zal hun in Egypte tot spot worden. Die gemeente behauptet dat we onze boodschap besser erzählen können, wann wir dort Glied sind. Want de gemeente die denkt dat we daardoor onze boodschap veel gemakkelijker kunnen afgeven. Und die anderen die lachen daarom. En die anderen die lachen erom. Die sagen Adventisten. Adventisten. Wir haben gedacht, ihr seid so starke verkündiger van drie engelboodschappen. Wij hadden gedacht dat jullie veel sterker waren en veel consequenter. De secretair dort had geschreven, dat is wat we vroeger geglaubt hebben. Maar de secretaris die heeft gereageerd van, dat is wat we vroeger geloofden. En vandaag de dag niet. Er zijn veel führer in onze midden die zeggen, dat is wat we vroeger geglaubt hebben. Vroeger hebben we geglaubt aan deze dingen. Maar vroeger hebben we dat geloofd, maar nu niet meer. Ja. En dan hebben 69 Ältesten haben einen Brief geschrieben an der Generalkonferenz. Maar 69 ouderlingen die hebben een brief geschreven aan de generale conferentie. 69 Ältesten und wie sagen wir das, manche Prediger, die haben einen Brief geschrieben an der Generalkonferenz. Die hebben een brief geschreven, protestbrief. Und die haben den Text genommen, wo es steht, komm doch hier. Und helf uns, wie die Macedonier. Ja, so, die hadden geschreven, kom toch hier en help ons. Help ons. Weil wir sind hier dabei, Glied zu werden in die Ökumene. Want die mensen die hadden dat gezien, van we worden lid van die Ökumene. In 1947 hat der Generalkonferenz ein Beschluss gefasst. Wanneer was dat? In 47. In 47? 1947. Dass wir nie Glied werden könnten in die Kirchenraad oder Ökumene. Dus die hadden dat in 1947 hadden ze dat heel duidelijk afgesproken und eigenlijk jetzt, dat ze nooit in de Ökumene zouden gaan of in de Raad van Kerken. En Duitsland in die Ökumene gegaan is. En het feit dat ze daar toch ingegaan zijn. Deze ältesten gedacht der Generalkonferenz, daar werd ons toch wenigstens helfen. En die hadden gedacht, die ouderlingen, dat tenminste de generale conferentie hun te hulp zou komen. Und auf diese Herzensschrei, en op deze hartekreet. Daar kwam nur een kleine brief van 4 zeilen kwam terug. En daar kwam een heel klein briefje met 4 zinnetjes kwam terug naar deze oudsten. Je moet niet bij ons zijn. Je moet niet klagen bij ons. Je moet zu eurer Division. Je moet bij je divisie Aber klagen. Es war gerade der Division, die sie in die Ökumene geführt hat. Maar het was de divisie die hun in de Ökumene geleid had. Und das war damals der Bruder Paulsen. En dat was toen de tijd de Bruder Paulsen. Später wurde er sogar Präsident. En later is hij zelfs nog president geworden. Da kann man nur weinen. Dan kun je alleen nog maar huilen. Da kann man nur noch weinen. Ja. Und heute sind wir in diesem Zustand. En vandaag de dag zijn we in die toestand. Aber ich will nicht mit ein negatives abschließen. Ik wil niet met iets negatiefs afsluiten. Wir gehen zum letzten Kapitel in Hosea. We gaan naar het laatste hoofdstuk van Hosea. Er zijn nog veel andere dingen, aber die Zeit is längst vorüber. Er zijn nog, nog wel andere dingen te leren, maar de tijd is op. Vers 10. Waar is dat? 14, 10? Van kapitel 14. Vers 10. Wer ist weise? Wie is wijs? Wie is wijs en geven op deze dingen acht? Klug, dass er dies einsieht. Wie verstandig is, erkennen ze. Denn die wegen des Herrn sind richtig. Want de wegen des Heeren zijn recht. Und die gerechten wandeln daarop. En de rechtvaardigen wandelen daarop. Das ist das schön. En dat is het das mooie. Sind immer noch gerechten.
Er zijn nog steeds gerechten. Er zijn nog immer 7000 die hun knieën niet gebogen hebben voor Baal. Er zijn nog steeds 7000 die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. En in de gemeente zijn ook nog vele oprechten. En die wandelen in deze weg der gerechtigheid. En die wandelen ook op de weg der gerechtigheid. Aber die übertreten. Maar de overtreders. Komen auf ihnen zu fallen. Die struikelen. Dan zijn we weer bij de zichting. En dan ben je dus weer bij een sifting. Wo Gott immer den Weizen und Spreu trennt. Waar de Heer het tarwe en het kaf scheidt van elkaar. Wanneer je einfach Jezus navolgt. Wanneer we eenvoudig God navolgen. Dan werden we zu dieser Reste behören. Dan zullen we tot die rest behoren. Möge Gott uns dabei helfen. En mogen God ons daarbij helpen. Amen. Amen. Laat ons bidden. Laat ons bidden. Lieve Vader im Himmel. Lieve Vader in de hemel. Herr, we zijn dankbaar. Alles wat u ons gegeven hebt. Heer, we zijn dankbaar voor alles wat u ons hebt gegeven. We zijn dankbaar voor dat woord. We zijn dankbaar voor uw woord. We zijn dankbaar voor deze waarschuwing. We zijn dankbaar voor deze waarschuwing. We zijn ook dankbaar voor dat woord wat ons troost. We zijn dankbaar voor uw woord wat ons troost. En help ons dat we op deze weg der gerechtigheid blijven. En dat we wandelen op die weg van gerechtigheid. En ik bid ook, Heer, wanneer in ons zaken zijn die niet in orde zijn. En wanneer wij zaken in ons hebben die niet in orde zijn. Bitte zeig ons. Laat ons dat zien. En laat het ons niet zijn. En laat het zo niet zijn met ons. Dat we half gebakken koeken zijn. Dat we half gebakken koeken zijn. Dat we halfhartig zijn. Dat we halfhartig zijn. Maar Heer, help ons dat we met volle overgave dich navolgen. En dat we met volle overgave u navolgen. En mag onze liefde zu dir und unseren Nächsten meer volkomen. En dat de liefde voor u en voor onze naasten meer volkomen wordt. We bidden ook voor dat frühstück wat du ons bereid hast. En we bidden ook voor het ontbijt wat ons bereid is. Schenk ons dein Segen. En schenk ons uw zegen. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen.